Mijn naam is Merel, mijn vlogs heten Op weg met de panter. Nou, vanmiddag heeft Kevin hier wel eens aangegeven morgen naar huis te gaan. En als je in Utopia naar huis gaat, mag je ook op je laatste avond bepalen wat we gaan eten. En Kevin, wat gaan we eten? McDonald's! Dus iedereen is helemaal blij. We gaan lekker met je eten. Oh, daar is die chili chicken. Chili chicken. Zoals jullie weten wil ik dolgraag curvy model worden en krijg ik natuurlijk wekelijks les van onze Fabienne. En daarom is het nu tijd voor een fotoshoot. Dus ik weet nog niet wie me gaat helpen, maar iemand gaat even foto's van me maken voor in mijn zelfgemaakte portfolio. Oké, het is donderdagmiddag en ik heb zojuist post gekregen. Vorige keer was ik nogal overstuur over mijn post, of van mijn post, door mijn post. En nu lach ik nog, maar ik vind het echt heel, heel, heel erg spannend. Dus ik ben benieuwd wat erin staat. In de middag post krijgen is vaak geen goed teken. Nou, ik heb dus mijn post gehad. Ik zit nog op mijn bed. Ik heb de ogen uit mijn kop gejankt, dus ja, ik heb mijn mascara er maar afgehaald. Maar ik ben echt heel erg blij met mijn post. Echt heel erg blij. En ik heb allemaal leuke foto's ook erbij gekregen. En besef me wel weer echt hoe erg ik vooral mijn moeder, mijn broertje en mijn beste vriendinnen mis. Wat een hel. Dat is echt vreselijk hier binnen. Kijk dan. En al die kleine kindjes die je ziet, die waren echt baby toen ik wegging. En dat zijn nu gewoon peuters aan het worden. En oh, ik ben zo trots op ze. Oh, je kijkt naar mijn vriendinnen. Mijn vriendin en mijn kleine neefje. En hier zie je Oud-Utopianus, post van Brenda. Die schrijft me iedere maand echt heel leuk. En dit is mijn andere neefje. Nou, die was helemaal baby toen ik wegging. Moet je kijken. Zo leuk. Oh, nou, eigenlijk is het helemaal niet leuk om te zien. Zeg maar dat je er verdrietig van wordt. Je denkt, oh, dat mis ik. Ja, en deze, nou, toen ging ik helemaal los. Mijn beste vriendinnetje die zwanger is, die ken ik al heel mijn leven. We kennen elkaar al sinds we 4 zijn volgens mij. En moet je kijken. Ze heeft wel een hele dikke buik en het wordt een meisje. Ik ben natuurlijk super trots dat ze een kleine diva krijgt. En ik ben ook heel trots op haar en de vriend boy. En we zeggen altijd friendship never ends. En daar sluiten we de brief meestal een keer of 100 mee af. En haar brief was ook heel heftig dat ze me heel erg mist. En ik mis haar natuurlijk dat ik niet bij de zwangerschap kan zijn. Dat is echt, vind ik echt vreselijk. Ongeacht dat ik natuurlijk super trots op ze ben en heel blij ben dat ze zwanger zijn. Dat vind ik echt heel gaaf. Maar ja, als beste vriendin wil je daar natuurlijk wel heel graag bij zijn. En dat wil je dan ook graag met ze delen. Maar tot die tijd moet ik het doen met deze foto's. En daar ben ik heel erg blij mee. Dus nou, ik ga mijn truitje weer afdrogen en dan gaan we weer door. Oké, goedenavond allemaal. Het is vandaag zondag. En ik ga Fabienne weer opwachten bij de poort voor de allerlaatste. Voor de allerlaatste modellenles. Super jammer, maar ik heb er wel zin in. Ik heb geoefend. Ik vind alleen de expressies in je gezicht op boos kijken en verdrietig. En blijf ik echt heel erg moeilijk. Dus ik hoop dat ze me daar nog even bij kan helpen. Ik heb wel mijn nieuwe outfitje aan. Ik weet niet of ik het goed kan zien, maar echt super leuk. Dus ik hoop dat Fabienne het ook leuk vindt. Zin in!